een hele goede dag. Ik ben uitgenodigd door Team Top Secret om een weekendje bij hun te komen vissen op dit hele mooie grote water. En ik heb ervan genoten. We hebben het hartstikke goed gehad. Het was wel heel erg koud, maar lekker warme slaapzakken. En we hebben goed gegeten. Maar genoeg over mij. Laat ik jullie eerst de jongens voorstellen en dan gaat het goed komen. Goed, ik zal jullie even voorstellen aan de teamleden van Top Secret Holland. We hebben hier Ralf Schinkel, mede-eigenaar, importeur Top Secret Holland. En we hebben Dennis de Ruiter, die is de gelukkige geweest dit weekend. Maar we beginnen even bij Ralf. Ralf, vertel me nou eens even, wat moet Top Secret in Holland of in Nederland meer brengen dan al die andere 100 merken die we al hebben? Ja, kijk, het is heel simpel. We hebben een grote range. We hebben 2200 producten. We hebben mooie najaarspullen erbij zitten. Mooie winteraars. Het pakket is compleet. Laten we het gewoon heel simpel zeggen. Je kunt het bij ons wel vinden. Oké. Van het weekend zijn we aan de gang geweest met wat kleine boilie pelletjes, wat normale pellets. Losten in de winter wat langzamer op. Heb je toch niet te veel voer op de plek liggen, kun je mooie kleine dingetjes doen. Perfect. Daar zijn we nu mee bezig. En voorjaar, heerlijk. Stickmix en de dingen. Het plaatje is qua compleet. Dus wat andere merken doen om je boilies te klein te maken met speciale dingen die ze hebben ontworpen, niet nodig. Jullie hebben het gewoon klein. Van klein tot aan groot, tot aan 30 mm. Ja, de pellets ook, van 5 mm, 8 mm, 16 mm, 20 mm. Het is te klein. Kijk, het is super, jullie horen het. Dus kom zeker even kijken naar de range van Top Secret. Maar eigenlijk wil ik deze man spreken, want die heeft toch wel het succes behaald, zeg maar, dit weekend. Ralf en ik hebben geblankt, jammer genoeg. Wat ook helaas erbij hoort. Met min 2, kan best gebeuren. Maar deze man, Dennis, vertel. Jij hebt twee mooie vissen mogen vangen. Ja. Wat heb je gedaan? Vertel even kort jouw succes. Ik moet heel eerlijk wezen, de avond dat we aankwamen, zag ik je niet helemaal zitten. Ik denk, nou, het was wel goed koud. Net wat je zegt, min 2. En dus de eerste nacht uitgevist. Toen dacht ik van, nou, we blijven mooi zeker vandaag nog zitten, want ze gaan de zon door. Nou, uiteindelijk tegen 12 uur zonnetje breekt door. Half uurtje later mag de eerste hengel aflopen. En nou, een mooie spiegel gevangen, daar ben ik erg blij mee. En kun je toch zien dat die zonnestralen vooral in de winter hun werk doen. Want een twee uurtjes daarna volgt nog een mooie schub. Dus dat was voor mij wel compleet. Je hebt goed je best gedaan. Ja. En kan je nog vertellen waarop jij je circus hebt? Ja, nou, wat ik al zeg, het is aardig koud. Dus ik heb zoiets van niet te veel voeren. Deze boilies hebben we dan. Het mooie van deze boilies is, deze hakt eraan met een klein pop-upje erop voor de attractie. Deze wordt zeker een keer zo groot. Dus deze ommanteling die zit vol met amino's. En dit is dan de Butterfin nieuwe. Daar zijn we nog mee aan het testen. Die komt waarschijnlijk volgend jaar komen in de schappen. Dus een nieuwe boilie? Dus een nieuwe boilie, ja. Dus jij hebt ze al gevangen. En waarom heb ik dit niet gehad eigenlijk dan? Ja, jongen. Vino, het verschil moet er weer. Dans! Kijk. Nee, maar dit is gewoon heel mooi. En ik vind vooral in de winter en het najaar vind ik dat gewoon echt alles goed koud is. En wat ik heb gedaan is echt een heel klein beetje fijne particles. Echt klein spul, wat gegaan, wat heel klein. Heb ik aangemengd met stickmix, nat. Ook puur voor de attractie dat je toch even die vis kan triggeren. En dan that's it. Meer niet. Okay. En het was voldoende. Maar vertel eens even op hoeveel centimeter water jij de vis hebt gevangen? Nou, dat was een halve meter water. Halve meter water? Omdat je toch, net wat ik zeg, de eerste nacht ging ik in, weinig vertrouwen. Totdat die zon doorbreekt. Alles even netjes weer goed neergelegd. Lekker die stickmix erop, dat je echt even je attractie krijgt. En dan zonnestraaltjes erop, perfect. Dit breekt wel alle wetten. Ik bedoel, midden in de winter wil je echt wel puur op 12, 13 meter zitten als de mogelijkheid ertoe is. Maar je ziet het op een half meter water, kan je ze ook vangen. Zonnetje erop. Laten we even naar de foto's gaan kijken en een stukje film van de vissen. En dan komen we zo weer even terug.
goed, jullie hebben mogen zien wat voor mooie vissen Dennis heeft gevangen. Het was leuk, het was gezellig. Ik ga de mannen bedanken voor het weekendje masterclass. En zij mogen een masterclass bij mij volgen voor een cursus fotografie. Mannen, jullie bedankt voor jullie uitnodiging en ik kom zeker een keer terug. Want deze ballen zijn in ieder geval voor papa. Ja. En dan gaat het helemaal goed komen. Ja. Jongens. Hey. En wat vond je van de balk en brei? Balk en brei. Die moeten jullie vooral hier laten in Kampen. Hij was zeker te doen, maar dat houden jullie maar voor de volgende keer. Tripje Frankrijk, zin aan? Kan altijd goed komen, toch? Ja, bij deze. Ik hoor net een tripje Frankrijk. Is goed. Mensen, hey, bedankt voor jullie uitnodiging nogmaals. En nou ja, goed, tot de volgende keer. Hey, bedankt.